Hallo, ik ben Lars en vandaag zijn we hier in Slijdingen. Hallo, dit is mijn pony Knabbel. Ik rijd ermee paard en subiet ga ik er ook deel mee nemen aan de prijskamp. Mijn pony, haar karakter is eigenlijk een beetje lui, maar dan ook fit. Dus bijvoorbeeld tijdens de lessen loopt ze en als er geen les is, staat ze op haar gemakje een beetje te wandelen. Wil jij iets vertellen over mijn pony? Ah ja, uw pony noemt Knabbel. Het is een zwarte merrie van 12 jaar is ze. Ze is een kruising, maar tussen een gewoon paard en een tinkerpaard. Het is een rustig paard ook, dat tinkerbloed zit erin, dus ook een trouwe pony. Dus dat is een beetje wat ik over uw pony kan vertellen. Hallo, wat gaat er eigenlijk gebeuren vandaag? Hallo, ik ben Jonas de Wispelaar, schepen voor de jaarmarkten. En vandaag is het Slijdingen jaarmarkt. En in Slijdingen gaat het altijd gepaard met een ponyprijskamp. En vandaag zijn er meer dan 40 ponies die het beste van zichzelf kunnen geven. Zelf heb je ook een aantal ponies mee. En dat is mijn jury. En die ponies mogen een keer zichzelf tonen, een keer lopen, een keer galopperen. En dan gaat de jury zeggen wie dat de mooiste pony is en die krijgen dan een prijs. Wat is dat eigenlijk, een jaarmarkt? Wel, een jaarmarkt, dat is eigenlijk een moment in het jaar waarop dat alle mensen een keer kunnen samenkomen, buiten komen, elkaar terug kunnen zien. Zeker na de coronaperiode, waarin dat we allemaal binnen moeten zitten hebben. Vandaag is dat met een kermis en met veel kramen die hier in Slijdingen dorp staan, waar dat iedereen zijn dingen kan verkopen. De mensen kunnen samen iets drinken, een keer iets eten en een keer tegen elkaar vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. En dat is wat zo leuk is aan een jaarmarkt. Hoe zit de wedstrijd eigenlijk in elkaar? Elk paard of elke pony wordt afzonderlijk voorgebracht in de ring. Wordt eerst opgesteld voor de jury, zodat we hem zijdelings goed kunnen bekijken. Daarna moet de pony in stap, zowel in stap als in draf, een klein traject afleggen. En dan wordt hij terug op stand voorgesteld voor de jury. En dan maken we ons eindklassement, onze beslissing over die pony. In dit geval, hier vandaag, stellen we de ponies aan de kant en rangschikken we ze op het moment dat ze zich aanbieden ter keuring. Dus we beginnen dus met de eerste pony, dus geven we hier een plaats. En dan bekijken we bij de ponies die erna komen, verdient hij een plaatje meer naar voren of een plaatje meer naar achter. En zo maken we hier vandaag onze rangschikking op. Waar letten jullie eigenlijk het meest op als jullie ponies keuren? Bij de ponies wordt voornamelijk de nadruk gelegd op het type. Op het type, zeker ook de bovenlijn, sterke bovenlijn. Een goede sterke stap van achter. En dan in draf, zowel vooraan als achteraan correct zijn. Maar voornamelijk zeg ik bij de ponies, zeker het type primeert. Wat is eigenlijk type? Ja, het type, dat is eigenlijk het paard of de pony beschrijven. Volledig het lichaam beschrijven, van vooraan tot achteraan, van boven tot onder. En we beginnen bijvoorbeeld bij het hoofd. Een mooi expressief hoofd voor een pony. Dus de ogen iets wijder. Uiteen, dus ook smal van neus. Kleine oortjes erop. Een mooie halsimplant. Mag iets rechtopstandig zijn, dat kan geen kwaad. Een mooie sterke ruglijn erin. Een ronde rib. Zeker genoeg ribdiepte bij een pony. Mooie sterke stand vooraan. Geen terugslag onder de knie. Mooie stand recht achteraan. Die zaken, dus een mooi gepast kruis daarop. Met een mooie broekspier. De pony mag een beetje een broekspier hebben. Zeker belangrijk in het type van de ponies. Hoe surieer je eigenlijk een Shetlander? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als de andere ponies. Kijk naar het hoofdje. Mooi hoofd. Mooi front. De Shetlander ook niet te lang, ook een mooie broekspier en ook in de bewegingen correct zijn. Ja. Lamy van de Schilder en Christus de Schmidt. Kop nummer 34 van Dirkje Baats. Ja.
is eigenlijk het verschil tussen een pony en een paard? Een pony is veel kleiner natuurlijk. Een pony is tot 1,48 meter. En al daarboven is een paard. Dat is eigenlijk het verschil een beetje in grootte. En dan qua formaat. Hè. Een woonpaard weegt grap 700-800 kilo. En een trekpaard weegt naar 1000 kilo. En een ponytje, ja, 200 kilo, 150 kilo. Of, ja, het is te zien hoe groot dat is. Hè. Is er verschil in het karakter van een pony of een paard? Ja, er is daar verschil in. Een Shetland pony is nogal evig, maar is wel een zeer sterke pony. Ze noemen dat een van de sterkste paardenrassen. Ze zijn zo klein, maar ze zijn enorm sterk. En als je dan een koudbloed paard hebt, dan ja, die zijn kalmer. Trekpaarden zijn kalmer. Rijpaarden ja, zijn eviger. Van die koerspaarden eigenlijk. Als ze op de rug zitten of in het karke erachterin, dat zijn paarden met zeer veel karakter in. Er zit in elk ras eigenlijk wel een groot verschil qua karakter. Dat is wel waar. De ponykeuring is volop aan de gang. Wat vonden jullie van mijn pony? Mooie pony. Pony zeer correct vooraan. Achteraan mocht hij iets meer actie hebben. Maar pony dat zeer mooi in het ras zit. Zeer mooie merrie. Inderdaad een mooie pony. Mooi voorgesteld. En ja, zijn voetjes mooi geverfd. Ja, hij heeft het mooi gedaan. Super. Dank u wel. Mijn wedstrijd is juist gedaan en het is goed gegaan. Ik heb de eerste plek gehaald. Ze heeft goed gedraven en goed gewandeld. Ze heeft goed geluisterd, want anders was het zo goed niet gehaald. Het kamp nummer 27. Lally Schroeven, Jules Boemer. Van Enzo Hutsenbach. Een prijs bij hem aan. Lally Schroeven. Hallo, ik ben het weer. Daar juist was het de verreden proef. Dat is eigenlijk een proef waar je pony moet tonen waar dat je op zit. Daar moet je een paar rondjes mee stappen. En daarna moet je je tonen in draf. En daarna word je opgesteld. Moet je stilstaan en je klaarstellen. En daarna word je in de volgorde gezet voor ja, de prijzen. En het liefste wat ik doe is ook draven. Draven, dat is tussen
stap- en galopperen, dat is het middelniveau. En daarna heb je ook stap, dat is het traagste. En dan heb je galop, dat is het snelste. En dat is meestal op het einde. En stappen is meestal op het begin voor intreden. Het zijn nog 2 reeksen. En daarna is de wedstrijd gedaan. Dus tot de volgende keer. Hoe komt het dat je kampioen bent? Wel, ze is een hele mooie pony. Ze heeft een mooi hoofdje, mooie manen. Ze stapt mooi. Ze was een beetje vurig vandaag. Maar ja, dat gebeurt met elk ponytje wel eens, denk ik. En we zijn heel blij dat we het kampioenschap gewonnen hebben. Want wij komen van Dendermonde, dus dat is wel een eindje rijden. En ja, we vinden het fantastisch. We zijn iedereen heel erg dankbaar ervoor. Dus ja, bij deze, ja. Dank u wel. Alsjeblieft. 3 kandidaten, we hebben nog. Tot de volgende keer.